Politie? Motoren? Wat is er aan de hand? Er worden bonnen uitgeschreven. Maar de Nederlandse Politie Sportbond liet ook van zich spreken met een politiebetrouwbaarheidsrit. Een rit over 160 kilometer rond Alkmaar. De stad vond plaats in het sportpark. De organisatie was in handen van de Rijkspolitie Sportvereniging Alkmaar. De deelnemers moesten lid zijn van de Nederlandse Politie Sportbond. En natuurlijk was er aan sponsoring gedacht. Was die chocolade echt niet te bitter, te zoet, te vet en juist goed? Personenauto's mochten ook meedoen. Met opschriften als de oude garde present en de Rijksveldwacht anno 1900... waren ook verklede politieagenten en hun EGA nadrukkelijk van de partij. De rit voerde niet alleen over gebaande wegen, maar ook over 4 kilometer grasdijk. Het zitvlees kreeg het dan ook flink te verduren. Wel een beetje opschieten, want alles ging op schema en er werd streng gecontroleerd. En soms zit het mee. Ja, en soms zit het tegen. Want het gewone leven gaat ook door. Muzikaal ondersteund door het fanfarekorps van de Rijkspolitie gaven de deelnemers acte de présence tijdens een défilé in de Lange Straat. Het was een komen en gaan van voertuigen uit vervlogen tijden.